Hallo reviewvrienden, hoe is het bij jullie? Hier is je goud. Ja, prima weekendje gehad. Niet zo wild als normaal. Beetje rustig weekend. Ja, dat is toch mooi. Ja, ik zie nog steeds onder het haar. Het experiment begint af te lopen. Begint het zat te raken. En het wordt er ook niet mooier op. Ja, ik neem jullie mee in mijn privéleven. Mijn privéleven draait op dit moment om de snor. De snor is heel groot, heel rood. En heel dik. En hier gebeurt dan te weinig. Dus ja, dan lijkt het net of ik zo'n pratend kutje heb. Hoe heet dat? Zo'n goatee of zo. Goatee. Zoiets toch? Zo'n... En dat vind ik helemaal niks. Mensen die dat hebben, die lopen of... Of houthakkers. Of die zitten in de community. Als je begrijpt wat ik bedoel. Enfin, het gaat niet over snorren en homo's. Het gaat over predictive proofing. Wat zit er onder het doosje? Wat heeft ons Achmetje opgestuurd? Laten we gaan kijken. De laatste klap was niet nodig. Blikkies. Het is niet te geloven, maar ons Achmetje heeft weer energiedrink weten te vinden. God alle Jezus, er bestaat zoveel energiedrink, zeg. Het is toch niet te geloven hoeveel energiedrink er bestaat. Echt werkelijk ongelooflijk, ongekend hoeveelheid energiedrink. Ik heb ze bij Jans Reviews veel geproefd, hoor. Energiedrink van de Aldi, van de Red Bull, van de Coca-Cola. En dit is gewoon weer nieuw spul, ja. En jullie weten, ik vind energiedrink een verschrikking. De mensheid is iets aangedaan met die energiedrink. Voornamelijk omdat het zo verschrikkelijk stinkt. Energiedrink. Want het stinkt, is de pest. Ik zweer het je, als iemand zo'n blikje naast mijn neus opdrinkt. Ik vraag altijd, kan je dat even niet doen? Met die vieze geschoren kauwgomballen smaak. Ja, werkt het? Daar hebben we ook al vaker over gehad. Ik denk niet echt dat het heel erg veel werkt, ja. Er zit wat meer cafeïne in. En die suikers, daar loop je wat harder op. Maar het is niet alsof je echt een shot krijgt van een dopamine. Dat je alleen maar denkt, nou, godverdomme, 2,5 uur rennen. Kijk nou wat, ik ga 2,5 uur rennen. Ik kan mij bommen. Of ik ga nooit meer slapen. Dat heb je helemaal niet. Ja, dan moet je er 40 drinken. Maar geen normaal mensen drinken ook 40 of 80 koppen koffie achter elkaar. Tenminste, niet die ik ken. Misschien jullie wel. Ach ja, we weten het niet. Nou, wat hebben we hier? We hebben hier Nocco, No Carbs Company. Dat betekent No Carbs Company. Mangel del Sol. Cafeïne, 80 milligram. Suikervrij. Er zit helemaal geen suiker in. Dus om het maar eventjes gelijk helemaal af te maken. Dit is niets anders dan energiedrink zonder suiker. Water. Een vertakte keten, aminozuren, vertakte keten aminozuren, BCAA, L-lysine, L-valine, L-isoleucine, cafeïne, foliumzuur, zoetstof, kleurstof. Ik geloof niet dat we dit onder het kopje gezond kunnen plaatsen. Nou, dan heb je dus de mango. Dan heb je hier de BCAA Tropical van de Nocco. Van de No Carbs Company. Ja, ook 80 milligram cafeïne. En suikervrij. Nocco Nocco. Koolzuurhoudendrank verrijkt met ammoniumzuren, cafeïne en vitamine. Bevat zoetstoffen. Ja. Ze hebben er ook vitamine in gegooid. Ja, ik vind het allemaal wel, bestaat allemaal een beetje haaks op elkaar. Hè? Dat is net zoals je een jus vodka drinkt de hele dag. En dan zeg je, nou ja, alcohol, er zit toch vitamine C in? Ja, ook ja. En dan hebben we hier Nocco. En we hebben hier dan maar een Nocco.
100% plant-based Nightwatch Focus and Power Energy Drink Bio. Een biologische energy drink. Met een... Met een leeuwtje die er net even te veel van heeft gesnoept, als je mij vraagt. Maar een biologische energy drink. Extreme energy drink. Kijk, die oogjes die staan open, die gaan nooit meer dicht. En dat is 100% plant-based en vegan notabene en bio. Nou, dit is dus voor de kinderen die reform worden opgevoed. Die krijgen dan zoiets te drinken. Verschrikkelijk. Oké, wat zit erin? Extracten uit gedroogde bladeren van de Ilex Kuasayua. Nou, daar zit dus 91% water in. En zit er agave nectar zit erin. En druivensap, appelsap, citroensap, natuurlijke cafeïne, biologische aroma's, hoge, niet aanbevolen bij vrouwen die zwanger zijn of borstvoeding geven. En kinderen ook niet. Nou, dit is dan dus een gezonde biologische vegan energy drink. Ik wist helemaal niet dat soort mensen daar behoefte aan hadden. Ik dacht dat die genoeg energie haalden uit een onbesproten groente. De vraag is natuurlijk, Jan, heb je er trek in? En de antwoord daarop is nee, maar ja. The show must go on. Ik weet niet of jullie mijn woensdag nog met baard zien. Je ziet wel mannen met baarden lopen, echt van zo'n hele mooie baard. Denk je, dat wil ik ook wel, maar ja. En dat heb ik niet. Ik denk dat ook wel eens mannen met baarden mij zien lopen. Dat ze denken, van die man hoef ik helemaal niks. Nou, we beginnen met de biologisch afbreekbare vegan reform. 100% plant-based Nightwatch energy drink. Goh, wat ben ik gezond en kom ik allemaal uit de natuur. Er zit gewoon 91% water in. En dat water komt natuurlijk uit de natuur. En ze hebben er iets met gestante blaadjes in gedaan. Ja, ik weet het niet hoor. Maar nou, er zijn mensen die zijn helemaal verslaafd aan gestante blaadjes. Hè? Dus, wie weet. Het ruikt niet naar koude ballen. Dat is voor energy drink al heel wat. God, zal me kraken. Ik moet heel eventjes een klein beetje wennen aan de smaak. De smaak is... God, hoe heet het blaadje nou? Die blaadjes van de... Ilex Kuasayua. Geven een interessante smaak. En de appelsappen, de druivensappen en de andere sappen. Ja, die proef je eigenlijk niet, maar... De smaak is niet heel heftig. Het is wel een beetje... Het is een beetje zuurig. Het is een beetje... het smaakt een beetje naar gal. Ken je dat? Als je dan moet spugen en dan op een gegeven moment niet meer kan. Dat je dan... Dat. Het is een beetje bitterzuur. Is het heel vies? Nee, het is niet heel vies. Want het is... De smaak is niet heel heftig aanwezig, omdat het voornamelijk bestaat uit water. Ja, en cafeïne en zo. Zou ik blij zijn als ik dit krijg? Nee. Want ondanks dat zeg maar, de hele energy drink, kauwgomballen atmosfeer er niet omheen hangt, vind ik het niet lekker. Nou, dan gaan we maar gelijk door naar de Nocco. Tropical, wat kan ons verschillen? Is het ook geen suiker in? Zit hier eigenlijk wel suiker in? Biologisch koolzuur. Nee, hier zit voor mij ook geen suiker in. Behalve dan natuurlijk dat er in de appelsap en die druivensap en dat soort dingen verschrikkelijk veel fructose zit. Maar geen suiker bij, zo doen we het. Dat is wel grappig, hè? Want energy drink staat onbekend als de meest ongezonde troep wat er bestaat. En nu zit er al vitamine in, geen suiker en allemaal blaadjes. Godverdikke nog zelfs vegan. Tropical. Van de Nocco. Nou. Nou. Ik heb wel een lekkere tropische verrassing in mijn leven ontmoet dan dit. Hier zit dus een lichte kauwgomballen smaak aan.
eerste slok, er komt iets heel vies mee. En nu, binnen een paar seconden later, proef je de tropical. En dat valt wel mee, maar de eerste slok, dat is een soort chemische medicijnensmaak. Daar word je helemaal getverdeling van. Hier is het heel vies. En nu gaat het alweer. Nou, allemaal leuke ramen, Nokko. Maar ik heb liever dat ik gelijk bij de eerste slok denk van lekker. En dat de nasmaak ook lekker is. In plaats van dat je eerst denkt dat je de 15 paracetamol door de midden zit te kauwen. En dat je daarna denkt, ah, tropical. De laatste, energy drink. Nokko. Ja, die ook suikervrij gedoe. Is de Mango del Sol. Nu weten jullie zo langzamerhand dat ik een kleine voorliefde voor mango heb. Waarom? Mango is zo'n rare vrucht. En de nep mango, de chemische mango, de mango uit het potje, is helemaal niet zo vies. Je hebt bijvoorbeeld kers uit het potje. Die is zo nep, chemisch kers. Dat je denkt, maar mango denk je altijd, had ook best de vrucht zelf kunnen zijn. Ik ruik wel een beetje mango, maar dan wel een beetje oude mango. Een beetje mango die eigenlijk in de groene bak had mogen liggen. Nou, weer zo'n. Nou, dat is met Nokko gewoon. Je krijgt eerst een beetje heftige smaak. En daarna komt de smaak die op het plaatje staat. Maar hij is niet vies. De mango is niet vies. Hij is niet heel zoet. Hij is meer bitter. Maar hij is niet een vies. Nee, dat is best te doen. Ja, jongens, kijk. Ik denk dan, als je nou zo nodig energie uit een blikje wil, dan kan je dan beter een suikervrije nemen, waar ook nog een paar vitamine in zitten. Dan kan je nog aan je moeder vertellen ook nog dat het niet zo heel slecht is. Dus ik besta je er helemaal niet negatief tegenover. Kijk, ik heb het niet nodig, want ik heb genoeg energie. Wat overigens totaal niet waar is. Ik ben echt futloos. Nou, ik ken het wel. Tijd voor de cijfertjes! Ja, dit zijn natuurlijk niet mijn lievelingsdrankjes. Het zijn ook niet mijn lievelingsconceptjes. Ik vond die heel lekker. De Nokko Tropical. Voordat je de Tropical proeft, moet je door een geheel medicijnkastje heen ploegen. En dat is niet zo fijn. Ja, daar kunnen we wel geen suiker bij mieteren. Maar echt wel lekkerder is hij niet geworden. Die krijgt van mij een 4. Gadverdamme. De Nightwatch, helemaal vegan en helemaal lekker van gestampte blaadjes van een van de rare tak gemaakt. Is hartstikke leuk, maar verschrikkelijk vies. De smaak is ook niet te harde. Die krijgt van mij een 5. En dan denk je, nou leuk, Jan die laat die mango weer winnen van Nokkootje. Zonder suiker en heel veel vitamine. Energy drink. Nee. Want deze is ook geen voldoende waarde. Want gadverdamme, wat zijn die drankjes vies. Deze krijgt godverdikke ook gewoon een 5. En Ahmed, hou op met die smerige energiedrink. Ja? Mooi. Nou, ja, dag. Tjus.